Welkom in Content Veen. Jullie kennen allemaal natuurlijk mijn prachtige kerk. Hij is grandioos, hij is groot, hij is leeg. Van binnen. Hij heeft gewoon nog geen interieur. Vandaag begin ik de video met een prachtige timelapse over hoe ik ga beginnen met het interieur van deze kerk. Ik weet niet hoe ver ik kom. We gaan het zien. Wat we ook gaan zien is 3000 likes op deze video. Doe je het niet? Dan zweer ik je, ik kom je opzoeken en ik... Daar zijn we weer. We hebben heel veel progressie gemaakt met de kerk. Misschien lijkt het niet zo als je binnenkomt. Dat je denkt, nou, er staan alleen maar wat bankjes en wat kaarsjes. Maar zoals je bij de timelapse zag, de plafonnen en de muren en weet ik veel wat. Het kostte allemaal toch nog behoorlijk wat tijd. Ik heb nog geen tijd gehad om hier aan de slag te gaan. Of om daar bij het begin aan de slag te gaan. En er moeten natuurlijk ook nog bloemetjes en plantjes en weet ik veel wat voor leuke dingetjes bij. Floor vraagt wanneer ik de bijen weghalen. En dat is namelijk een mooi overgangetje naar mijn volgende bijeenkomst. Die is namelijk hier met Floor. Want Floor is druk bezig met dit allemaal doen. En dan ga ik er ook even gelijk mee helpen. Maar het bijenhuis staat nog steeds in de weg. Ja, dat weet ik. En dan moet hier natuurlijk nog allemaal palen komen. Zodat hier weer plek is voor huizen en zo. Het begint langzamerhand echt op te schieten, jongens. Als ik nu over de stad heen vlieg. Er zijn bijna geen plekken meer waar nu niet gebouwd gaat worden. Hier staat tegenwoordig ook een huis. Heeft Floor helemaal zelf gemaakt. Het enige is dat ik een beetje heel veel blaadjes... Hij is een beetje volgegroeid vergeleken met de andere huizen. Heeft deze wel heel veel blaadjes. Verder is heel mooi. Maar goed, ik denk dat het tijd is om onze bijtjes te gaan vervoeren naar mogelijk een andere plek. Ik moet sowieso Ari vinden. Ari! Waar ben je? Een van deze bijen heet Ari, jongens. En die moet ik dan even veiligstellen. Nou, laat ik even heel veel leads bij elkaar rapen als ik die nog heb. En dan kijken of we de bijen even naar een ander plekje kunnen brengen. Ik heb een slimeball, alleen ik heb geen... Oh. Nou, oké, weet je wat? We gaan 7 bijen gaan we meenemen. En de rest gaan we gewoon loslaten. De rest die zal vrij zijn om te doen wat ze willen. En een van die 7 bijtjes die we meenemen moet Ari zijn. Ari, waar ben je? 2 hours later. Ja, Ari, daar ben je. Oh. Oké, Ari, laten we jou eerst even mee naar buiten nemen. Kom mee, Ari. Oh. Laten we jou heel even veilig hier vastzetten. Oké, en dan 7 of 6 andere willekeurig. Jij bent een uitverkorene. Jij bent een uitverkorene. Jij bent een uitverkorene. Jij. Oké, dan gaan jullie ook mee naar buiten. Allemaal. Kom op. Naar buiten toe. Juist. En dan jullie hier aan. Dan ben ik er geen één vergeten, toch? Oké, jongens. Jullie zijn de uitverkorenen en deze guy hier. Jullie mogen mee naar het nieuwe verblijf. Jullie gaan bij ons wonen. De rest ga ik vrij laten in de natuur. En ik ben benieuwd hoe lang ze over ons dorp gaan vliegen. Nou... Laten we beginnen met het glas weghalen. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat. Oh, daar gaan de eerste al. Oh, ik moet oppassen dat ik ze niet sla. Pas op, jongens. Ik wil jullie echt niet slaan. Oh, mijn god. Kijk wat een bende, jongens. Kijk, al die dingen vliegen overal. Nee. Oh, ze waren zo mooi altijd hier vast in het hokkie. En nu is het gewoon 1 bijenbende. Wel gezellig. Als je nou afvraagt waarom ik deze weghaal, jongens, dat heb ik in vorige afleveringen uitgelegd. Dat heeft te maken met het feit dat hij in de weg staat en niet meer in de stijl past van het huidige, ja, kasteel, weet je. Oké, ik ga wat kampvuurtjes halen, want dan kan ik die korfjes weghalen en dan vliegen ze gewoon even weg. Oh, ik hoor dat je dit gewoon met Silk Touch weg kan halen, jongens. Ja, dan is er helemaal niks aan de hand, joh. Hier, hoppa. Oh, ik moet oppassen dat ik ze niet sla. Sla, pas op. Nou, ook weer wat geleerd. Dat hoef je helemaal niet met een kampvuurtje te doen. Ik heb gewoon Silk Touch op mijn hek staan. En dan worden ze niet boos op je, blijkbaar. Oh, Floor heeft er een geslagen. Nee, Floor. Wat doe je nou?
Kijk hem wegvliegen. Nee. Ze had er eentje boos gemaakt, dus dat betekent dat er eentje doodgaat. Ik hoorde eentje dat eentje had gestoken. Nee, ik sloeg er een. We hadden dit ook s'nachts moeten doen, want dan hadden die bijen gewoon allemaal een huisje gehad. Hier, als ik ze nou gewoon even hier neerzet zo. Hier, dan hebben ze gewoon even tijdelijk huisjes. Kijk, hier, de bijtjes kunnen wel gewoon nog hun ding doen, weet je. Ik ben niet zo gemeen dat ik ze helemaal een huisje even weghaal. Op zich ben ik wel gemeen, maar niet zo gemeen. Kijk, je ziet dat de bijtjes daar in de verte al een nieuw leven aan het starten zijn. Althans, wat zijn ze aan het doen? Ze zijn gewoon aan het chillen of zo. Nou, het hele dak is er officieel af. Dat betekent dat we nu ook deze weg kunnen halen. En deze. En weet ik wat, ja, de hele vloer moet er nu gewoon natuurlijk nog uit. Wel jammer. Dat is wel altijd leuk, dit huisje, moet ik toegeven. Ik vond het was heel anders dan de rest van het kasteel hier was, weet je. Het was veel, ja, veel bosachtiger. Maar ja, alles moet gaan, hè, jongens. Dat is trouwens niet waar. Alles moet blijven, alleen dit moet gaan. En jullie moeten gaan. Dag! Oké, jongens, het is inmiddels nacht en we hebben hem bijna helemaal weggehaald. Maar dat betekent ook dat ze waarschijnlijk bijna allemaal hier aan het slapen zijn. Oftewel, als ik ze nu nou weghaal... Oeh, dat gaat trouwens wel moeilijk, want ze stekken niet. Oh, nee. Maar laten we ze even snel weghalen, zodat ze niet de hele tijd rondvliegen. Dan kunnen we ze misschien wat veiliger transporteren ook. Hier plaatsen we snel een kist. Daar kunnen we ze allemaal aan doen. Snel, jongens, jullie huisjes in. Erin. Naar binnen. Goed zo, erin. Go, go, go. Squad move out. Ik ben erachter gekomen. Elke die stekt, als zeg maar, deze zijn allemaal los. Maar elke die wel stekt, is leeg. Zoals ik dit allemaal hier hak. Kijk, als jij erin gaat in een huisje. Als jij in een huisje gaat kiezen, erin. Kom op. Kom op nou. Doe nou leuk. Ja, goed zo. Kijk, dan allemaal hak. Oh, er is er nog eentje hier. Kijk, zie je, heb je weer deze? Die zijn vol. Daar zit allemaal bij in. Oh, nu gaat het regenen. Nou, hakken we ze even allemaal. Nou, dan hebben we 24 lege. Oh, 34 zelfs. Dus daar plaatsen we er nog even een paar van. Kom op, er kunnen er nog even een paar in. Nou, daar zit er weer eentje bij. Nou, dat is prima zo. Hier zitten allemaal bijtjes in, hè, jongens. En dan 34 lege. Prima, 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 prima. Dit zijn de uitverkoren bijtjes die meegaan. Die moet nog een huisje vinden. Ik ga huisjes meenemen voor ze, wacht. Vandaar dat het ook nog steeds even nacht is, jongens. Anders hadden we al lang geslapen en weer dag gemaakt. Kom, 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 ik heb huisjes voor jullie. Kijk, hier een huisje en hier een huisje. Ga er lekker in. Ja, goed zo. Voel je thuis. Kom, hier beneden. Ja. Oh, goed zo. Kom maar, kom jij erbij. Wil je erbij? Het is een prachtig huisje voor je dit. Ja, goed zo. Twee nieuwe volle huisjes erbij. Wat verdrietig om dit eigenlijk leeg te zien, jongens. Dat dit gewoon weg is. Maar ik moet wel zeggen dat het wel een opluchting is, hoor. Het is echt een opluchting. Hé, bijtje, weet je wat ook een opluchting voor jou is? Dat ik hier een huisje voor je heb. Waar je gewoon lekker in kan slapen. Nou, laten we het maar gewoon weer dag maken. Ga lekker pitten in het bed. Hoppakee. En dan stopt de regen ook nog eens een keertje. Ah, en dus een nieuwe dag. Nieuwe kansen. Nieuwe bijtjes. Laten we deze dan ook gewoon eventjes hier opslaan. Kijk, hier een kist plaatsen. Met daarin. Kom maar. Die is leeg. Wie wilt? Oh, het is natuurlijk geen nacht meer. Oh, ik ben zo stom. Oké, laten we jullie even meenemen. Kom op, kom op. 1, 2, 3. Niet wegvliegen. Hier blijven. Hier blijven. Hier blijven. Nee. Kom terug. Ja, ik heb jullie. Oh, oké. Jullie luisteren op zijn minst nog. Kom maar mee. Kijk, jongens, jullie hebben een tijdelijk verblijf hier. Voel je vooral thuis. Doe lekker je ding. Het is helemaal buiten mijn kasteel om. Best wel zielig eigenlijk waar ze chillen. Maar daar hoort het nou eenmaal. Dan hier hebben wij Ari nog. Ari de lieve bij. Kom jij eens hier, Ari. Het is tijd voor jou om mee te gaan. Ari. Ari, waar ben je? Hé, terugkomen. Jij mag tijdelijk eventjes, kom, kom, kom. Hier naar binnen. Hier naar binnen, zeg ik. Goed zo. En dan zetten we voor jou even een paaltje hier neer. Hoppa. Dat is jouw tijdelijke plek, Ari, van hem nu. Wees safe. Word niet gekidnapt. Gekidnapt, niet gekidnapt, zeg ik nou. Ja, dan moet dit ook weg, hè, jongens. Dit is Willy's plekje, een beetje. Daarom heb ik ook weer de vermiste Willy-bord hier. Maar ik denk dat het wel weg moet. Ik denk dat Willy het wel zal begrijpen dat dit weg moet. Kijk, die Floor lekker bezig zijn hier. Wat is ze allemaal aan het doen? Ja, het is niet symmetrisch, hè, Floor. Het is niet goed wat je doet. Oh, nee, nog steeds niet. Dat klopt niet. Nee, ik zie het al. Nee, ja, allemaal weg, allemaal. Alright, eerst moet dan dit allemaal hier weggehaald worden. Het moet allemaal plat worden. En dan denk je, plat, Max, dat is toch helemaal niet mooi? Nee. Maar wat ik in gedachten heb, oh, dat gaat zo mooi zijn. Hey, hebben jullie trouwens deze video allemaal al gelijk of zo? En ben je nou nieuw op mijn kanaal? En denk je van, ik wil abonneren. Maar waarom doe ik het eigenlijk niet? Jongens, kom op, het is helemaal gratis. Je kent het, abonneren kost geen geld. Het is gratis en je kan het opzeggen wanneer je wilt. Maar je gaat het niet opzeggen, want je vindt het veel te leuk. Zo, dat is mijn dagelijkse abonneepraatje ook weer gedaan. Oh. Oh, mijn shuffle is weer eens bijna stuk, jongen. Wat vind ik dat vreselijk dat ik dat zo vaak moet repareren. Ik bedoel, het kost gelukkig niet zo heel veel werk om het te doen. Maar even goed. Even goed vind ik het heel vervelend werk. Zo, ik heb al het XP uit mijn furnaces gepakt, jongens. En dat was nog zoveel. Mijn shovel is gewoon bijna weer helemaal heel. Plaatsen we die weer terug. Zo, hoppakee. Pickaxe is wel nu bijna een stuk, dus die moet ik ook weer gaan repareren. Maar gelukkig is die van Diamond, dus die repareert volgens mij wat sneller. Even kijken, hoor.
Meestal repareert zoiets sneller. Ja, kijk, zie je hier. Hoppa, die zit al bijna op de helft, joh. Het leven hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn, hè, jongens. Is het wel, maar hoeft niet. Zo, en dan kunnen we hem gelijk weer kapot maken. Yeah! Oh, jongens, moet ik het laten staan? Moet ik het laten staan? Het wordt anders wel een heel raar eilandje. Dus ik denk dat ik het gewoon weg ga halen. Reageer allemaal even met heel veel liefde voor Willy. En hij zal het vast wel begrijpen, toch? Toch? Wie is jullie favoriete villager, jongens? Is dat Willy? Is dat Berend? Is dat Berendina? Is dat Barry? Is dat Frank? Is dat Brutus? Is dat Bertha? Is dat Bonky? Is dat nu Jason de Mason? Volgens mij was dat het. Of vergeet ik dan iemand? Nee, volgens mij was dat het. Laat hem even weten in de reactie en waarom het jouw favoriet is. Ik wou geen favoriet zeggen, want dat is een beetje lullig voor anderen. Zelfs als dat je favoriet kind of een favoriet huisdier hebt. Dat zou ook een beetje zielig zijn. Nou, daar gaat hij. Gone. Gone. Gone, gone, gone. Weg. Oh, het kampvuurtje, jongens. Oh, het kampvuurtje. Wat zonde. Wat jammer weer. Waarom was ik niet zo sentimenteel over het bijenhuis, maar wel over dit plekje waar Willy altijd chillde? Wat is er mis met me? Zo, dan is dat ook allemaal ineens plat. En oh, wat een rust geeft dat hier, hé, dat het bijenhuis weg is. Het klopte gewoon echt niet dat die hier nog stond. Ik zit al helemaal voor me dat daarop ook alweer echt meerdere huizen staan. Een stuk of twee of drie of zo. Maar eerst moet dit pad, jongens. En laat ik voor nu eventjes zo doen. Even rechtstreeks door het midden om het middenste punt een beetje te kunnen zien. Zodat ik weet wat het midden hier is natuurlijk. Want ik had het uitgelegd. Ik wil het met vijvertjes gaan doen. En daaromheen bomen en daaromheen ook de paden en zo. Dat je echt vanaf het kasteel letterlijk rechtstreeks... Ja, oh, dat gaat zo gaaf worden, hè, dat rechte pad daarheen. Nou ja, zoals je ziet zit het niet echt in het midden. Oepsie doepsie daisy. Maar dat is niet erg. Dat is denk ik niet heel erg. Kijk, wat we dan gewoon doen. Floor die dropt eerst even Enderside. Die kotst uit. Let op 1 en 2. Top, dankjewel. Kijk, want het pad is namelijk 3 breed ga ik hem doen. Nee, ik ga hem trouwens tot hier doen. Dus ik denk dat dit dan wel weer zo moet worden. Wordt het niet een beetje steenachtig dan? Ik heb wel een idee. Kijk, nu kunnen we namelijk in het midden hier... Want dit is het midden. Kunnen we hier zeggen, we doen zo. Oh, eentje verder. En hier ook zo. En daar dan de trap naar beneden. En dan in de meanwhile hier doen we zo. En zo. Hoppakee. Zo, dan is hij even lang. Dan kan dit gewoon pad worden. Dan moet dan... Ja, sorry Flo, maar dan moet ik een gedeelte van je trap weghalen. Ah, ze zal het wel snappen. Kijk, dit kan gewoon dan steen worden en zo, weet je. Wat een samenwerking, zei Flo en ik aan doen hierheen. Want kijk, ze doet het goed zo, inderdaad. En daarop wil ik dan leaves hebben om het een beetje verschil te geven, weet je? Dat er een beetje verschil in zit. Anders is alles zo eentonig. Wat ik dan wel net nog anders zou doen, is dit zo en dan daar gewoon een stenen laagje onder. Dus hier helemaal van steen. Gewoon meer niet. En dan hier dit laagje onder zo. Kijk, heb je een beetje verschil. En dan hetzelfde natuurlijk aan de andere kant. Oh, volgens mij heb ik echt precies genoeg. Let op, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 op. En dan hetzelfde voor die slabs. Heb ik er ook maar 9 van. Oh, wat ben ik weer goed. Ik zie hier echt rijtjeshuizen voor me, jongens. Die half in de muur zit. Ik heb net het idee aan Floor verteld. Zodat ze vanaf, nou, laten we zeggen, ongeveer hier tot dit steenblokje daar gewoon één lang huis is. En imagine hier een rijtjeshuis. Ik zie het al helemaal voor me. Dan kan je hiervoor, loop je door de straat zo. Kan je naar het plein hier beneden kijken met het water, waar waarschijnlijk daar ook nog huis... Oh, oh. Het wordt zo lijp. Ik moet binnenkort ook de arena afmaken. Maar eerst de kerk. De kerk moet ook... die is bijna klaar nu van binnen. Kijk, en nu loopt dit recht. Hier ben ik zo blij mee, hè, dat dit recht loopt. En het kan gewoon. Ik bedoel, het is toch een ander laag hier. Dat dit niet recht tegenover elkaar zit, maakt echt helemaal niet uit. Het ziet er gewoon nog steeds prima uit. Oké, nu heb ik het midden nodig. Nee, ik heb het midden helemaal niet nodig. Laten we zeggen, vanaf dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zou dat... top zijn, denk het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan zo. Even kijken hoor. Moet in een ronding zijn, maar ook weer niet te rond. Dit is te rond. Ja, dit wordt te groot. Als ik dit doortrek, ik denk dat dit goed is. Misschien iets meer zo. Ja, dit is de vorm. Ik heb hem, jongens. We hebben de vorm. Dit wordt namelijk de vijver. Dus dan gaan we 1, 2, 1, 2... Oh. Oh, mijn blokken zijn op. Bruh. 1, 2, 3. En dan zo trekken we hem door. Als het goed is, was dat de vorm. Oké, laten we deze even opnieuw maken. Maar dan met stairs zoals dit, jongens. Dat ziet er net even wat... Ja, netter uit. Net even wat netter. Zo. Dat ziet er ook weer netjes uit. Dan mag al het gras hierin weg. En dan gaan we natuurlijk steen van maken. En wel een beetje op een vijverachtige manier natuurlijk. Dus een beetje met wat gesloopt in het midden hier. Het moet niet heel plat zijn. Maar ook niet heel diep of zo. Dan wil ik er een mengselmoesje van steen en cobblestone van maken. Wacht, ik had hier ook een keer zo'n vijvertje gemaakt. Hier. Wat heb ik hier gedaan? Steen, cobblestone. Oh,
En dat was het. Oh, en andesite. Kijk, en af en toe wat dirt natuurlijk, maar andesite, dat zocht ik. Vloertje er gewoon lekker simpel in douwen. Nou, oké, okay, maar dan ziet het er nog een beetje vierkant uit. En ik snap, het is Minecraft, maar er moeten nu wat slabs er zo bij. Oh, slabs maakt alles zoveel cleaner, hè, jongens. Daardoor krijg je echt een veel platter gevoel, daadwerkelijk. Ja, ik weet niet of jullie snappen wat ik bedoel met platter gevoel. Hier, kijk dit. Het ziet er toch al veel netter uit, of zo. En hier af en toe even een slabje op het randje. Hier een langere zo. Kijk nou, dit ziet er goed uit. Hier ben ik heel tevreden mee. Dan wat dirt erin. Een paar dirtvlekjes. Kan geen kwaad. Niet al te veel. Dus dit is wel mooi zo. Ja, dit is perfect. Dan een hele vervelende taak. En dat is het water erin douwen. Oh, wat heb ik daar een hekel aan. Want dan moet je elke keer dat water werkt zo vervelend in Minecraft, hè. Oh, maar ik heb toevallig wel nog... Nou, toevallig. Ik heb gewoon nog best wel wat waterbuckets met water erin. Nou, gaan we vullen. Zo gedaan. Net helemaal klagen over het weet ik wat. En nu zeg ik gewoon, ja, zo gedaan, joh. Prima. Alsof er niks aan de hand is. Kijk, dit is dan vervelend. Nu moet je de midden hier moet je ook gaan vullen. En dat werkt allemaal heel vervelend en gek. Zo. Kijk, daar gaat het. Maar waarom gaat het? Wanneer besluit het water nou om ineens te zeggen... Nou, weet je wat? We gaan naar het midden stromen. Hier, kijk, daar gaat het weer. Oh, 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 oh. Is het goed? Nee, hier zit nog stroming. Nu is het goed. Volgens mij is alle stroming er nu uit. Dan moeten we de laatste plek zoals dit even opvullen. De slabs natuurlijk. Die moeten nog wel waterlogged worden, volgens mij. Kijk, dat ziet er netjes uit. En nu in het midden. Nee, trouwens hier en hier een klein fonteintje. Een heel subtiel klein fonteintje wil ik daar doen. Maar voordat we dat doen, gaan we even het pad eromheen even bepalen. Dat wordt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dik. Dat er in het midden in zit, zo. En wederom, ja, ik doe het eerst van dit spel. Maar jullie kennen het inmiddels al wat ik altijd doe. Ik maak het daarna steen. Ik heb onbewust 7 gedaan. Niet weten dat aan de andere kant hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 breed is. Oh, daar ben ik zo blij mee. Dat had het geweest. Nou, trouwens, wil het niet heel erg uitgemaakt. Ik bedoel, het is alleen van dit gemaakt, weet je, van dat platgestampte gras. Dat kan ik nog makkelijk oplossen als ik wil. Maar het maakt het leven wel makkelijker dat het gewoon in één keer goed is. Alright, zo, dat is netjes gefixt. Het pad hier moet natuurlijk eigenlijk ook nog netjes doorlopen zo. Maar ik wil voor de vorm, voor de beeldvorming eigenlijk eerst gewoon... dit zo hebben. Kan ik het nu vanaf hierboven zien? Oh, ja, dit is clean, hè? Want wat ik nu nog wil doen, is daar in het midden van het pad, daar en daar, en dan eigenlijk daar en daar en daar en daar ook, gewoon in het midden van een pad, zulke boompjes plaatsen die daar staan. Volgens mij, ja, hier heb ik ze ook staan. Want die staan namelijk hier bij de arena, oh. En dan hoort het gewoon bij elkaar, weet je? Ik heb gezegd, het moet niet te eentonig worden, maar het moet ook wel bij elkaar passen. En als je allemaal verschillende dingen gaat bouwen, ja, dan past het op een gegeven moment ook niet meer bij elkaar. Ik ga toch in het midden hier een fonteintje maken. Oh, ik heb geen midden. Oh, nee. Maar hij is wel symmetrisch aan beide kanten. Oeh. Oh, dat is... Oh, wacht. Ik heb wel midden. Of niet? Oh, ik heb wel midden. Ah, niks aan de hand. Ik weet niet wat jullie allemaal moeilijk doen, joh. Nee, ik heb op die manier geen midden. Nee, ik heb toch geen midden. Oeh, en ik wilde fonteintjes maken. En een fonteintje die twee dik is, is een iets minder mooi fonteintje. Oh, dat meen je. Stom. Dan wacht ik nog maar even met het fonteintje. Want een twee dik fonteintje, ik weet niet of ik dat leuk vind. Hier moet sowieso een kraampje. Hier, dit hoekje hier is perfect voor een kraampje, jongens. Maar goed, dat moet de volgende keer komen. Want de aflevering is niet klaar, geen zorgen. Maar er is wel wat anders wat ik jullie even moet laten zien. En dat is namelijk dat ik bijna tot wel echt gewoon 100% zeker ben van het feit... dat ik hier een soort kruiwagen-koetsachtig dingetje heb gebouwd. En hij is weg. Mijn vis is weg daar. De koets is weg. Dit beest is zijn missing. Er is zoveel kwijt. Ik ga echt nu op onderzoek uit. En ik zei al dat ik het vaker ging doen, maar nu ga ik het echt nog een keer doen. En daadwerkelijk grondig. Ik ga Nathan zijn basis onderzoeken. Kan niet anders dan dat hij het is. Hier, wat is dit? Wat voor huis bewit? Dit Hall of Fame. Allemaal lege bordjes. Dit was zijn farmhouse. Nou, hier kan je natuurlijk niet echt in. Kijk, je kan er wel in, maar er is niet echt iets verder te doen hier. Dus ik denk niet dat dat hier zit. Maar ik trouwens, dat moet ik niet zeggen. Ik moet niet zeggen, ik denk het. Ik ga gewoon kijken en dan weet ik het zeker. Oké, okay, ik weet het zeker. Dit huis zit het niet. Oké, okay, hier kan je eigenlijk ook wel moeilijk heel veel dingen opslaan. Nou, hier had ik al gekeken laatst. Wat is dit hier? Wat is dit? Hé, hey, zit hier een... Oh, er zit een hendel. Wacht even, ik ga eerst even kijken waar het huis, de ingang zit van het huis. En dan ga ik naar binnen om te kijken of het hierin zit. Alleen, er zit geen ingang. Of nou, trouwens. Het is even niet dat ik de laatste hoek dat daar de ingang is. Hier. Nee! Huh? Maar ik zag een hendel, jongens. Kijk, het pad loopt natuurlijk ook hierheen. Dus is die hendel de stiekeme... Ah, dat is de stiekeme ingang natuurlijk. Ja! Ja, mijn vis! Ik wist het! Ik wist dat Nathan het deed. Mijn koets, ik zei het nog. Oh, hij heeft nog meer gestolen. Oh my days. Hij heeft gewoon alles gestolen.
Ik wist dat Nathan het was. Ja, ik wilde hier naar rechts lopen om te kijken, maar ik zag het gelijk al. Hij heeft er ook gewoon allemaal datums bij gezet. Heeft hij dit 11 mei? Ja, hij heeft het 11 mei gestolen. En ook echt de minuten. 11 mei. Hij heeft blijkbaar ook dit gestolen. Heeft hij op 17 mei gedaan. Wow, deze is net zo lang als de vis weg. Huh? De vis was vermist. Maar deze was al die tijd ook vermist. Maar het was me gewoon nog nooit eerder opgevallen. Oh my days. 17 mei heeft hij ook dit gepakt. 13 mei heeft hij dit gepakt. Niet betreden. Wat niet betreden? Oh, dit is een bordje die hij bij Van Frederikse huisdier die heeft gestolen. En wat hooi. Nathan, jongen. Oh, ik heb eindelijk mijn vis teruggevonden. Ik heb je gemist, vis. Echt waar. We hebben hem, jongens. Allemaal even de reacties. We hebben hem. En waar zijn mijn dieren? Waar is Willy? Waar is de panda's? En waar is Berend en Berendina? Waar is de rest? Zeg maar dat die hier ook zijn. Dat die niet vermist blijven. Ik weet niet eens meer waar dit en dit vandaan komt, jongens. Het staat maar gewoon hier. Ik heb het ooit ergens gebouwd. Maar ik zou niet meer kunnen plaatsen waar. Oh my, deze Nathan, jongen. Ik wist dat jij het was. Ik wist het gewoon. En ook een geheime ingang. Ik ben zo blij dat ik die lever zag. Ik kwam ook aanlopen. Hij is niet heel goed verstopt, Nathan. Je ziet het gelijk. Je ziet hem gewoon. En als je binnenkomt, nou, het valt. Het is het enige wat je hier hebt staan, is dit. Oh. Betrapt. Gast, dit is ook echt het derde huis wat ik gecheckt heb. Hè. Ik wil een hele gronder. Ik ga gewoon ook nog verder. Dit is nog niet het enige wat ik ga controleren. Ik ga alles controleren. Ik ga mijn villetjes ga ik ook vinden. Oké, maar we gaan een boekje achterlaten dat ik dit terug verwacht. Per direct op de exactzelfde plek als waar dit gestolen. Nathan, dat je hoeft geen boekje achterlaten. Je kijkt mijn video. Ik verwacht dat je dit terugplaatst op de goede plek. De deadline is 25 mei. Dat is je deadline. Anders kom ik oorlog voeren. Ga ik hierheen. En dan is het oorlog, Nathan. Anders is het echt oorlog. Gewoon hier zit het, hè. Dit hockey. Nou, laten we even verder kijken of je nog meer van mij heeft gestolen. Nathan, dief. Ik weet dat je niet thuis bent, maar waar zijn mijn villagers? Waar zijn mijn dieren? In deze boom. Nee, hè. Denk niet in de boom. Hallo. Nope. Ook niet bij zijn ijzervorm. Nergens te vinden. Ik heb elk huis doorzocht. Maar ik kan Willy, Berend, Berendina, Barry, andere dieren, kan ik allemaal niet vinden. Nou, dan maar weer naar huis. Maar ik verwacht echt, Nathan, dat je mijn spullen... dat je mijn spullen terugbrengt. Zo, en dan is het voor nu tijd, jongens, om deze aflevering toch wel af te sluiten. De kerk is erg leuk geworden van binnen. We hebben veel buiten gedaan weer. Dus dan gaan we mooi hier ook afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer gelijk even als het wel zo was. Like ook even, want we gingen voor die 3000 likes. En dan nu... kijk jij deze video, want dit was het vorige content van een deel. Heb je deze nou gemist? Nou, dan kijk je even naar mee weer helemaal mooi op de date. Wauw. Technologie. Spreek later, vlaas, wel, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.